met de opening van de tweede vestiging van de Haagse Stadsfiets in Scheveningen. Hans van der Zijden gaat straks een toespraak houden. Burgemeester Paulien Krikke, die is er ook. En misschien krijg ik nog wel te spreken ook. Ja, en alle bekende Scheveningers zijn er, zoals... Jawel, Kees Pluimgraaf. Ja, hij is er sprakeloos van. Richard! Hey! Ja. Bicycletten. Doet ook gewoon mee, hè, met zo'n werkversage stadfiets. Leuk, hè? Jullie buren, hè? Wij buren ze en we werken heel nauw samen met anderen. Pure Haagse krachtloos. Ja, dan denk je, wat heeft die Haagse stadsfiets nu met Mondriaan? Nou, ze hebben speciale tours hier door Den Haag. Ze hebben hier zelfs een Mondriaan hangen. Ja, servicegericht als dat ik ben, ga ik dat even onderzoeken. Ziet er verdacht echt uit. Met de Mondriaan Fietsport van de Vierkant. Ik zal u zorgen aan wat er op de verschillende moment. En dan gaan we nu naar de officiële handeling. Wacht eens op de officiële handeling. Volgens mij gaat het zo gebeuren. Ik ook niet moeten rijden. Nou, mevrouw Krikke, dit is wat we nu noemen Haagse kracht. Dit is toch super? Dit is wat we Haagse kracht noemen. Ja, zeker weten. Top. Dit is heel erg fijn en ik heb het met ontzettend veel plezier gedaan. Ja. En wat fietsen die Haagse stadsfiets ook lekker. Maak er maar een hoop kilometers van. Ik ga dat proberen. Gaan we doen. Oké. Burgemeester Krikke. Ja. En Michel is wel degene geweest die mij gekregen heeft. Ik heb een paar gebruikers gaan sluiten. Dit is een mooi moment om even de bloemen te overhandelen. Oh, ja. Ja, wat een mooie. Hè. Hartstikke mooi, jongens. Hartstikke mooi. Geniet van het moment. Ja, absoluut. Staat er maandag op, hè, want ik kijk altijd. Hè? Blijf er gewoon een jongen, hè, die Hans. Gelukkig wel. Net als wij. Reepie.